Bij de opleiding interieuradviseur niveau 4 is eigenlijk het probleem dat de opleiding heel praktisch is. En aan het eind dan wordt er toch een kennistoets afgevraagd waar echt puur kennis wordt gevraagd. En ze moesten echt weer een soort... Oh, Janske, die... Er stroom viel uit. Maar ze moeten echt weer een beetje leren om te leren. En ze... om die echt die effectieve kennis, die feiten weer op orde te krijgen vanuit de hele opleiding. En er zijn gewoon dan kennis die in de hele 4 jaar zo zijdelings wordt aangeboden. En dan wordt dat aan het eind van de opleiding wordt dat getoetst. En de uitslag van die toetsen, we doen het nu 2 jaar, was elke keer echt heel erg laag. En ik had zoiets van, nou, ik wil daar heel graag die studenten meer handvatten voor geven, tools, om zich daarop voor te bereiden. Dus toen ging ik kijken naar verschillende etentools, nou, samen met Anouk. En wat we heel graag wilden, was dat die studenten zelf inzicht kregen in waar ze staan en wat ze al wel wisten en wat ze nog niet wisten. En... daar gingen eigenlijk alle edutools zowat mee de afvoer in. Want alleen Quizlet geeft de studenten zelf die feedback. En zelf een overzicht waarin ze zien hoe ver ze zijn. Dus zonder dat de docent daartussen hoeft te zitten. Dus eigenlijk die anderen zoals Socrative en Menti en Kahoot... supergoed, perfect. Als je als docent inzicht wil krijgen van, hey, wat weten ze nu? Maar Quizlet is eigenlijk de enige waarbij de studenten zelf een account maken en zelf inzicht krijgen hoe ver ze zijn. Dus daarom heb ik voor Quizlet gekozen om daar in eerste instantie mee te gaan experimenteren. En maar ik liep ook gelijk tegen een heleboel beperkingen op. Want Quizlet werkt eigenlijk met kaartjes. En elk kaartje heeft een voorkant en een achterkant, een term en een definitie. Dus qua talen is het eigenlijk meer daarop opgericht, deze app. Maar je hebt dus die kaartjes hebben allebei de kanten. En daar kun je verschillende spelletjes mee doen om te oefenen met die termen en die definities. En ik heb dat dus op die manier ook ingevuld voor onze kennistoets. Dus ik zal het heel eventjes laten zien hoe dat eruit ziet. Nou, hier zie je de kaartjes. Als je hier dus op klikt, dan staat hier... duurzaam tropische houtsoort, geschikt voor vloeren. Bamboe. Dus zo zijn die kaartjes aangemaakt. Dus, en hier staan dus de meest verschillende dingen van kleurcontrasten tot materialen, tot designers, verschillende plooien van gordijnen. Allerlei soorten vragen. We kunnen het om het uittesten, kan ik gelijk wel eventjes laten zien van om een spelletje tegenover elkaar te doen. Want jullie kunnen dit hoor, deze informatie. Gelijk even kijken of jullie ook klaar zijn voor de kennistoets van interieuradviseur. Dus dan hier kun je dus de verschillende spelletjes aanklikken. Zo ziet dat er ook voor een student uit. Dus je kunt kaartjes met elkaar combineren. Je kunt een test doen waarin je zelf de antwoorden kunt typen. Je kunt het schrijven, je kunt het leren. Nou, hier kun je met een klas ook een spelletje doen. Zoals je hier klassiek Quizlet Live. Je doet hier personen. Hier kan je dus kiezen welke kant je het opvraagt. En dat is ook wel gelijk het probleem soms. Maar dat gaan we straks gelijk zien als we daarmee bezig zijn. Nou, hier kun je dus met je telefoon je QR-code scannen. Dit werkt dus in je klas echt heel handig. De studenten die hebben altijd een telefoon. En met die QR-code zitten ze er zo in. Anouk is altijd zo snel. Ja, die zit er al gelijk in. Hè?
Nou, en je ziet dat als je op je telefoon invoert, als je deze QR-code scant, dan kun je dus gelijk gaan oefenen. Dus je ziet gelijk de 12 kaartjes die hij nu willekeurig heeft uitgekozen, welke er nu in de vragen voorbij komen. Ja, wat ik nog wil zeggen, wat ook heel tof is, is dat bijvoorbeeld Marije heeft deze, dat heet dan een studieset, dus deze kaarten aangemaakt. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een Quizlet-account en dan kan ik, als ik weet, deze heet bijvoorbeeld kennistoets, dan kan ik bij zeg maar, zo'n zoekbalk, als ik dan intoets kennistoets, kan ik ook gebruik maken van haar studieset. Dus ja. Bijvoorbeeld nou ja, Agatha is een andere docent in Amsterdam, Engels. Die ook heel veel Quizlet gebruikt. En dan kan je dus eigenlijk gewoon haar, stel dat ik een andere Engels docent ben, haar kaarten gebruiken. Dus op die manier kan je dus heel makkelijk samenwerken ook in Quizlet ja. Onder collega's. Dus dat is nog gewoon een goede om erbij te. Ja. Nou, hier word je dus gelijk onderverdeeld tussen de pandas en de kikkers. En hier gaan dus de vragen gelijk op je telefoon beginnen. En de links is gelijk alweer aan toe. Bram, je mag zo doorkomen hoor. Ik ben hier adviseur. Heel goed. Heel erg best gedaan. Ja, heel goed. Maar wat het leuke hieraan is, is dat de studenten die hebben aankomende maandag hebben ze dus een proefexamen. En ze kunnen hier dus echt zelf mee gaan oefenen. En hij gaat dus ook aangeven van, hey, je hebt er nog... dus ik heb zelf al aardig zitten oefenen, dus ik moet er nog 76 gaan leren. En 140, van de 140. Dus ik ben bijna op de helft. En deze termen en definities weet ik al. Maar je ziet dan gelijk dat ik tegen dingen aanloop. Dat je bij de verschillende termen en definities... dat ik niet alles erin kwijt kan. Een voorbeeld te geven. Er zitten bijvoorbeeld vragen in de toets over... waarom zou je plinten toepassen in een woning... En dan zou een antwoord zijn, of decoratief, of de ruimte tussen de of de ruimte van de parketvloeren opvullen, de wand aankleden, bescherming van je wand. En zo zijn natuurlijk verschillende opties op mogelijk. En dat kan je dus hier niet zo goed in kwijt. Dus het programma is soms te dwingend. Voor wat je wilt, omdat je altijd die twee verschillende dingen hebt. Waar het wel onwijs goed voor werkt, is gewoon het herkennen van een meubel. Hey, dat is de S-chair van Verne Ponton. En je kunt dus ook een spelletje, dat zal ik ook nog eventjes laten zien, combineren. En dan kun je dus heel snel, Charles en Ray Ames, dat zijn van die stoel. Dit is Kirk. Die lampjes zijn van Tom Dixon. Edward van Vliet, die heeft die etnische prins. En facets. En dit is acrylverf. Dus zo kan je... En je ziet dat studenten mij al volop aan het inhalen zijn. Hè? Die zijn aan het oefenen. Die zijn nog veel beter dan dat ik ben. Dus het programma is aan de ene kant dus heel tof. Dat je... Elwin is er ook. Aan de ene kant heel tof dat je dat ze zelf inzicht kunnen krijgen in wat ze kunnen. En dat ze er echt zelf mee aan de slag kunnen. En heel speels spelletjes in kunnen doen. Ik doe nu elk eind van de les doe ik 5 minuutjes nog eventjes een spelletje ter afsluiting. En ze zijn daar zelf mee aan het oefenen. Dus het is een hele speelse manier om zelf voor te bereiden op zo'n kennistoets. Waarbij gewoon heel veel informatie verwerkt moet worden. Maar het programma is soms ook gewoon te dwingend in die twee kaartjes. Waardoor je er niet alles in kwijt kunt. Je hoeft het niet uit te leggen. Ik kom er zelf achter, denk je.
Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Zodra je een account hebt, dan zeg je, hey, ik wil een set aanmaken met kaartjes. En als je het principe snapt van, hey, je hebt dus altijd een term en een definitie, dan kun je dat op die manier doen. En je kunt dus altijd nog de term en de definitie van elkaar ruilen. Dus zeg maar dat je kurk aan de ene kant hebt en tropisch houtsoort aan de andere kant of omgedraaid. Dat kan je dus altijd ruilen. En wij hebben nu zeg maar zonder account gespeeld. Hè? Als ik een student ben, dan kan ik, en ik heb wel een account, dan kan ik dus mijn oude toetsen opnieuw doen. Dat is zo werkt het. Hoe moet ik dat zien? Ja, ja, ja. Dus in de les eindig ik dus elke keer eventjes met zo'n QR-code op het scherm. En dan kunnen ze zonder account daarmee aan de slag. En eigenlijk om ze juist aan te moedigen om zelf met een account aan de slag te gaan. Want zodra ze een account hebben, dan gaat die voor hun opslaan van hey, je moet wat meer gaan oefenen op kleurenleer of op materialen of op stijleer. Ja. En dat is ook gelijk, dat is ook een goede, ook gelijk een nadeel eigenlijk van het programma. Dat je niet echt het kan onderverdelen in categorieën. Ja, of ik had het anders in moeten steken en sets moeten maken per categorie. Ja, misschien precies. Dat dat nog beter had geweest, dat je dan een categorie stijleer hebt, een categorie materialen, een categorie kleurenleer. En nu heb je één kennistoets en daar zit alles in. Precies. Ja, precies. En kun je ook zien hoeveel de studenten hebben geoefend? Dus kan je zien, nou, de ene student heeft het vaker geopend? Ja, ja, ja. Ja, ik heb één meisje in mijn klas die staat elke keer bovenaan de ranking. En als ik in de klas het ook oefen, dan staat ze ook elke keer bovenaan. Dus die is gewoon al heel vaak aan het oefenen. Mooi. Ja. En je giraf achteraan, toch? Ja, gisteren toen zei ik het in de les van, nou, we gaan even oefenen. En toen zei er iemand van, oh, bij mij loopt die vast. Toen zei ik, oh, jij bent zeker de giraf. En toen zei iemand anders van, nee, ik ben de giraf. Dus die kwam er overigens vandaag nog op terug dat het wel meeviel hoe beledigd ze was. Jij zegt aan de ene kant dat je dus geen categorieën kan maken. En tegelijkertijd hoor ik je zeggen dat het programma zegt, oh, over stijlleer moet je nog meer leren. Nou ja, bijvoorbeeld die verschillende ontwerpers die er dan in staan, die blijven dan nog elke keer in je spelletjes naar voren komen. Dus stel je voor, je hebt elke keer herken je Charles Ray Eames niet, dan komt hij elke keer weer naar boven. Maar dat is toch niet erg, want daar moet je nog wat van leren. Zeker, zeker. Niet alleen in binnen één categorie het spelletje doen. Nee, precies. En meer spelletjes moeten maken misschien. Ja, ja, precies. Dus dat, ik denk dat ik dat, stel dat ik dit volgend jaar weer zou gaan aanbieden, dat ik hem dan in verschillende sets zou gaan maken. Dus dan een stijleerset, een kleurenleerset en een materialenleerset. Dat ze ook wat specifieker kunnen gaan leren. Want ik kan me voorstellen dat sommigen zeggen, nou, ja, materialenleer is helemaal in orde. En nog een vraag. Eigenlijk zou je dus... ik kan me voorstellen, ik ben al enthousiast. Ik denk dat ik het ook ga maken voor onze kennistoet. Ja. Maar waar ik bang voor ben, is dat ze dus denken, als ze dit gaan oefenen, oh, dat zit wel snor met mij. Terwijl ze de begripsvragen, dus dat je verder verbanden moet leggen en moet toepassen in een andere context. Terwijl ze daar eigenlijk helemaal misschien niet in geschoold raken. Dat moet ik dan in de lessen doen, dat snap ik wel. En dat ben ik ook aan het doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze denken, oh, ik heb alle begrippen door. Hoppa, dat gaat goed komen met het examen. Ik hoef de rest in LearnBit niet meer door te nemen. Ja, ja, dus dat is echt op de manier van aanbieden. Dus ik ben deze periode begonnen met een instructie over de kennistoets. En daar heb ik deze ook gelanceerd en ook op die manier uitgelegd. Van hey, dit is echt een extra tool om je te helpen om met die begrippen bezig te zijn. En de vraagstelling is ook anders, hè, want hier ben je alleen maar die termen en die definities met elkaar aan het verbinden. En, maar echt een extra tool om te oefenen voor het examen. Ik gebruik ook wel Kahoot
Onder andere in vaktheorielessen bijvoorbeeld. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar, ook een beetje kennis toetsen. En dat is meer spelenderwijs ook. Maar ik merk ook heel erg, weet je, er zijn een heleboel studenten die zijn onwijs dyslectisch. Dus dan gaan die vragen eigenlijk te snel door het scherm. Dus er zijn een heleboel studenten die focussen heel erg op het snelste een antwoord geven. En dan zijn ze niet altijd correct, zeg maar. En dat is hierbij dus ook eigenlijk een beetje een soort wedstrijdelement. Dus de vraag of ze de kennis echt, zeg maar, opslaan. Of dat het ook een beetje gokken is af en toe. Je kan het heel moois over zeggen als ik Mentimeter uit ga leggen. Want dan kan je de tijd namelijk gewoon zeggen. Duurt 20 seconden, ongeacht. Dus niemand die snel antwoord wint. En dan hoeven ze echt pas na 20 seconden het antwoord te geven. En ze blijven toch hoog in de ranking staan. Ja, nee, maar bij Kahoot en ik begrijp bij dit ook, is het inderdaad, de snelheid is wel onderdeel van, ja. Maar bij Quizlet, dus die we net met Marije speelden, dat is als je hem bijvoorbeeld live in je les speelt. En dan is dat zeker een ding, dat je dus inderdaad als snelste. Maar als je bijvoorbeeld thuis met zo'n studieset gaat oefenen, dan heb je volgens mij ook gewoon... dat je je tijd kan nemen om bijvoorbeeld het begrip te oefenen, zeg maar. Snap ik wat ik bedoel? Ja, nee, dat is niet snap allemaal. Ik merk hem af en toe een beetje met van dat soort wedstrijdspelletjes. Sommige studenten vinden het heel leuk, maar er zijn er ook die daar allergisch voor zijn, omdat ze onder andere dus last hebben van lezen, zeg maar. Ja, en als je het te vaak doet, dan raken ze er ook heel flauw van. Dan gaat zijn effect of zijn doel gaat er dan voorbij. Dat merk je. Ja. Marije vindt het zo gaat vertellen, maar bij Kahoot heb je ook nog het stukje toch dat je de vraag, zeg maar, dan bijvoorbeeld bij jou op je digibord ziet, digitaal bord, en dat je dan op je telefoon alleen de kleuren ziet. Dus dan heb je bijvoorbeeld op het bord, zeg maar, staan dan de antwoordopties, maar die zijn dan gekoppeld aan rood, blauw, groen of geel bijvoorbeeld. En op je telefoon zie je dan niet het antwoord, alleen de kleur. Dus dan moet je ook nog gaan kijken, oké, het is geel en dan geel, zeg maar. Ja, maar dan is dus, ja, mijn ervaring maakte de vragen zo, de zin, zeg maar, die je gebruikt zo kort mogelijk. Of in ieder geval dan benadeel je niet diegene die dat lastiger lezen. Oh. Ja, zeker. Ja, en bij Quizlet vind ik dus vooral het voordeel dat ze er zelf mee kunnen gaan oefenen. En dat is ook wel waarop ik de tool zou gaan inzetten. Nu doe ik het dus ook wel eens eventjes als lesafsluiter in mijn les gebruiken. Omdat ze nu echt die kennistoets er bijna aankomt. Maar ik zie vooral de voordelen in het programma dat ze zelf kunnen gaan oefenen. Ik hoor het ook dat ze gewoon elke keer als ze op de wc zitten even spelletje doen. Eventjes ermee bezig zijn, weet je wel. Nou, dat is toch superleuk. Ja. Dus, Kahoot nog eventjes zo? Yes. Nou, Kahoot heb ik dus gebruikt voor mijn stijleerles. En dit is dus ook ter voorbereiding op de kennistoets. Ja, ik denk dat jullie allemaal misschien al wel iets meer bekend zijn met Kahoot als met Quizlet. Maar wat voor mij nieuw was om in het premium account te werken. Waardoor je ook echt je les erin kunt gaan geven. Dus hoe ik eerst Kahoot gebruikte was aan het eind van mijn les. Eventjes een quizje om te kijken of ze alles hadden begrepen. Of aan het begin van de les om te kijken van hoe staan ze erbij. Maar deze... nu met dit premium account kan ik ook echt gewoon de hele les geven. Dus dit is een hoorcollege van een uur. Nou, ik zal hem niet helemaal aan jullie geven. Maar in dit hoorcollege, die ik dus ook voor 75 man nu geef. Dan is het dus echt de hele tijd de bedoeling dat ze de hele tijd betrokken zijn. Doordat ze elke keer tussen de informatiesheets ook vragen hebben. Dus ik kan wel de eerste paar sheets eventjes laten zien. En als het lokaal of het auditorium in dit geval binnenkomen, dan staat dit al aan. En wat ik ook heel leuk vind, is hier staat dan gelijk een filmpje
van Marcel Wanders, een van de ontwerpers die ook in de kennistoets wordt gevraagd. Zullen we hem starten? Nou, hier is dan kennistoets tijleer. Nou, Kahoot maakt het altijd spannend, hè? Even aftellen. En hier vertel ik dan altijd iets over deze designer, Studio Job. Met al zijn verwijzingen naar alle andere tijden. Nou, en dan begin ik aan de eerste vraag van, hey, hoe staan jullie daarin? Zijn jullie verdrietig, super bang of blij of helemaal relaxed? Nou, en dan krijg je gelijk al eventjes de stemming van het publiek, hè? Ook. Oh nee, weten jullie zo weinig? Hier krijg je trouwens geen punten voor. Dat kan je natuurlijk ook instellen. Dus je kunt per vraag ook instellen dat je geen punten ervoor wilt. Je kunt ook de tijden aanpassen. Ik doe heel even de volgende, want dan ga ik eventjes laten zien hoe zo'n puzzel in elkaar zit. Kijk, want je ziet hier dus vier verschillende stoelen, of vier verschillende meubelstukken. Tafel voor thuisstoel. En heb ik ze dus allemaal in het auditorium. En dan zeg ik ook van, nou, heb het er eens met elkaar over. Van, wat zijn nou de oudste zijn? Welke het nieuwste? En deze meubels, in welke volgorde van tijd zou die nou het beste zijn in de stijlperiode? Dus wat zou kloppen? Nou, en dan kunnen ze gaan puzzelen. En hier merk je dat dit gelijk al iets vraagt van je puzzelvaardigheden. Kijken of dit jullie lukt. Het ging om de tijd, hè, geloof ik. Ja, de tijd. Dus wat is plaatsen in de juiste volgorde qua tijd? Wat is de oudste? Wat is de nieuwste? Ja. Ik heb nog fout ook. Ja. Ja, de B is het oudste. Dat is een rococo-meubel. En daarna C, dat is de tijden van de Bauhaus, de Vasily Fauteuil. En daarna de nummer D, dat is de S-chair, Werner Ponton. En dit is een beetje instinker, want de nieuwste is de A. En dat is natuurlijk de roodblauwe stoel. Het is geen alleen deze. Ja, maar dit is degene van Maarten Baas en die heeft hem in rook opgezet. Dus dat is echt hedendaags design. Die heeft eigenlijk een oud meubel in een nieuw jasje gestoken door hem in. Deze is toch gemeen. Ja. Ben jij streng? Wat ben je nou, hè? Oh, Marije. Daar heb je in het team dan hele discussies over. Ja, ja, en dat is dus wel heel leuk, dat we in die les, komen deze gesprekken dus ook op gang. Van, oh ja, oh, en die is dan geïnspireerd op de stijl, dus dat is dan begin Bauhaus. Dus, maar dit is dan een nieuwe versie, dus dan is die weer na de S-chair. Dus zo maakt dat het ook wel leuk. Leuk dat hij ook bij jullie emoties oproept. Mooi vak heb je. Ja, heel leuk. Dus maar wat voor mij dus nieuw was, was dat je dus ook die hele les gewoon in Kahoot geeft. Waardoor je eigenlijk heel de tijd bezig bent om die studenten erbij te trekken. En als je echt zo'n hoorcollege geeft aan 75 man tegelijkertijd, dan geeft dit echt best wel een tool om zo'n les interessant te houden en ze elke keer erbij te betrekken. En hier speel ik dus ook elke keer met die verschillende manieren van vragen door ontwerpers bij stoelen te linken die ze als open vraag moeten beantwoorden en die tijden elke keer in de juiste volgorde te zetten. En ik merkte dus al door de afbeelding zo neer te zetten dat ik het erg lastig maakte. Ik heb verderop een vraag waarin ik de stoelen gewoon naast elkaar heb staan met A, B, C, D. En dan de kleurtjes eronder, dat het al een stuk gemakkelijker maakte. En
op die manier door die les heen te gaan. Dus wat dat betreft vind ik het dus echt een hele prettige tool om hiermee te werken. En hier loop je natuurlijk ook tegenaan, inderdaad wat Janske zei, die competitie wat het soms lastig maakt voor een aantal studenten. Ik heb dan zelf dat ik dan voor zo'n vraag, zo'n puzzelvraag van hey, ik heb hier deze vier meubels, heb er eventjes met elkaar over, welke volgorde van tijd zou dit nou zijn? En daarna ga ik dan naar zo'n vraag, zodat ze dan weer, nadat ze het even met elkaar hebben besproken, weer eventjes terug naar hun telefoon van hey, welke volgorde ga ik nu voor? Zodat ze ja, daar ook van elkaar wat van leren en met elkaar daarover hebben van hey, wat zou daar het goede antwoord op kunnen zijn. Kan je de tijd uitzetten in Kahoot? Je kunt het wel aanpassen. Dus die puzzelvragen, daar had ik hem bijvoorbeeld echt wel op een minuut gezet. En is het dan wel zo dat de eerste die antwoord bovenaan komt te staan in de ranking? Ja. Dat kan je niet uitzetten. Nee. Dus dat heb ik in ieder geval nog niet gevonden. Nee. Maar je kan wel, wat jij natuurlijk hebt gedaan, ook dat je bijvoorbeeld geen punten toekent, toch? Ja. Dus op die manier wordt het wel ook wel neutraler, zeg maar. Dat het niet gaat om ja, wie wint, maar de antwoorden bespreken. Dus dat kan je wel doen. Maar volgens mij kan je inderdaad niet het helemaal uitzetten. Nee. Ja, ik had nu de punten wel aanstaan op de kennisvragen. En niet op, want tussendoor heb ik dan van ook nog wel eens vragen hoe ze erin staan. Of aan het eind of ze vragen hebben. En daar heb ik dan geen punten op natuurlijk. Maar dan de kennisvragen had ik wel punten opgezet. Maar eerlijk gezegd heb ik nog ineens aan het eind stilgestaan bij wie er had gewonnen. Of het ging gewoon echt om het leren. Alright, zullen we dan als laatste de Mentimeter? Want dus dan leer je wel zien wat dus, eigenlijk kan je het dan heel goed vergelijken ook met Kahoot, wat dus de verschillen zijn en, nou ja, Cor, ik ben benieuwd. Oké. Nou, hier kan je, dus wel grappig ook als jullie gewoon even zien hoe onze counter uitzien. Dit is onze Mentimeter TCMM account. Dus hier zitten alle docenten in die TCMM geven. En we hebben, behalve dat ieder zijn naam heeft, een map, hebben we ook van een aantal vakken mappen gemaakt. Cora, wat is dat? PCMM? Oh, technische constructies meubel maken. Dus ik noem het altijd constructieleer. En ik kan even laten zien. Ik heb er dus eentje voor de map voor de tweede. Ja, dat is een beetje hoe je het aanpakt. Ik heb vooral heel erg veel Mentimeters gemaakt om te trainen voor het examen. Eigenlijk hetzelfde als wat Marije doet. En daar ga ik, ik heb er 5, maar ik ga er 7 van maken. Want de komende periode gaan we dit weer doen. Dan neem ik bijvoorbeeld even bevestigingsmiddelen. En misschien is het handig als ik ook straks even laat zien hoe je hem ongeveer moet maken. Maar ik ga hem eerst even presenteren. Even kijken, ik ga op present drukken. Nou, dan moeten jullie naar deze code intypen bij menti.com. Terwijl iedereen dat doet. En dan zeg ik ook, als je gevraagd wordt om je naam te geven, doe dan gewoon kort en krachtig even je eigen naam. En geen, dat ik het kan herkennen. Je moet weer aan Noek eten. En ik ga hier altijd even, terwijl iedereen dat aan het doen is, ga ik hier een beetje vertellen over hoe je dit in het hout kan krijgen. Hè? Door het onder stroom te zetten met natrium bicarbonaat. Zelf altijd wel, dat weet lang niet iedereen, dus het is altijd wel leuk. Nou, en dan denk je als docent, hoe moet ik nu verder? Dan moet je naar linksonder gaan. En met dit pijltje ga je naar het volgende scherm. En dat is nog geen vraag, maar dan vertel ik dus wel. Dat hier gaat deze quiz over, deze onderwerpen. En wat misschien ook wel leuk is om even aan jullie te vertellen. Ik heb 2 lessen besteed met mijn klasse. Dat er toen 2. Had ik ze in groepen van 4 verdeeld. En ik heb ze ieder een paar hoofdstukken gegeven van de examenstof. En ik heb gezegd, ik wil dat jullie met elkaar meer keuzevragen maken over die hoofdstukken. En dan mag je geen gebruik maken van de bestaande meer keuzevragen uit LearnBeat. En daar
daar heb ik de quizzen op gebaseerd. Oftewel, ik heb me laten inspireren. Ik moest gewoon in 2 weken tijd moest ik gewoon als een malle dit doen. Want we hadden nog maar net Mentimeter ontdekt. Dus ik heb daar heel veel steun aan gehad. Dat is misschien een idee voor jullie. Nou, dan ga je naar de volgende dia en dan zeg ik, schrijf het op. Dus ik gebruik heel veel, niet alleen maar vragen, maar ook andere soorten dia's. Nou, dat je naam in moet voeren zodra er om gevraagd wordt. En als je eigenlijk de eerste vraag begint, eigenlijk op dit moment wordt je naam gevraagd. Nou, en dan gaan ze als een gek gaan ze op het hartje drukken. Dan krijg je heel veel liefde toegestuurd. Nou denk ik, ik zoek weer dat pijltje, maar dat moet je niet doen. Er staat start enter to countdown. Dus nu moet ik op enter drukken voor de eerste vraag. Deze vraag is nog snel om meer punten te krijgen. En als iedereen heeft ingetoetst, dan stopt hij ook. Dat is ook prettig. Nou, hartstikke goed. En soms ga ik dan nog even uitleggen. Kijk, nu dus. Ik heb dus na elke vraag bijna een uitleg. Dan zeg ik, kijk, dit zijn deuvels. Maar dan zeg ik, jongens, wie weet waarom er van die rare ribbels in zitten? Nou, dan krijg je allerlei reacties. Ik doe dit gewoon in de klas. En toen het allemaal online was, moest ik het online doen. En ik zeg, er zit zo'n vellingkantje aan. Waar is dat nou goed voor, al dat werk? Want tijd is geld, dus we gaan niet zomaar zo'n zoekertje maken. Nou, dan heb ik het al verklapt. Nou, zo klets ik er een beetje omheen en doorheen. Nou moet ik weer op enter drukken. En hier heb je geen. Oh, kijk. Dus ik moet van tevoren nog even doorkijken waar het ook weer allemaal over ging. Er zijn hier 2 al goede antwoorden. En dat is wel jammer. Dat kan je bij Mentimeter niet instellen. Of je kan het wel instellen. Maar je kan als deelnemer maar op 1 antwoord klikken. Ja, dus dat is. Nou, zo kan ik nog de hele tijd doorgaan. Misschien is het handiger nu. Ja, of dan zou je in plaats van een quizvraag, denk ik, een polvraag moeten doen, misschien. Ja, die heb ik ook. Ja, dat je wel die meer antwoorden. Heel tussen, maar jullie hebben wel eens meegedaan met een poll. Dus ik dacht, ik zou deze nemen. Ik doe bijvoorbeeld ook heel vaak van, wat weet je van multiplex? En dan mag iedereen van alles opschrijven. Dat mag zo en zo. En dan je kan er soms 10 minuten of wel een kwartier over kletsen met de klas. Alleen maar over multiplex. Naar aanleiding van wat ze allemaal zeggen. Ja. Wat ik het mooie in die Menti vind, is dat je ook zo'n woordweb kan creëren. Met wat ze dus intypen. Dat doet dan van, wat weet je nog van deze lijst? En dan laat ik ze gewoon lekker tikken en dan gaan. Ja. Zal ik gewoon even laten zien hoe je ze maakt, die vragen? Ga ik nu naar exit. En Cora, mag ik wat vragen? Ja. Want er staat zo'n hartje in beeld. Ja. En daar kan je dan altijd op klikken en dan krijg je hartjes. En dat doe ik dan natuurlijk ook, want dat is echt wat voor mij. Alle meiden doen dat als een gek. Dan krijg je dus in beeld komen allemaal hartjes. Waar doen die studenten dat? Ja, heel veel. Ook als het alleen maar jongens zijn. Oh, en je kan ook andere. Ja, wat schattig, wat zoet. Heel zoet en dat komt volgens mij omdat het anoniem is. Dus ze zien niet dat jij het hebt gedaan. En ze vinden het zelf ook leuk als ze allemaal hartjes. En soms is het vervelend. Ik wil zeggen wat Arjen zei. Volgens mij kan je ook bijvoorbeeld een smiley doen. Of je kan het ook uitzetten, maar dat is natuurlijk een beetje saai. Maar je kan volgens mij ook een smiley doen. Ik kan smileys doen. Ja, ik kwam daar gisteren achter. Wacht even, moet ik dat als docent? Kan ik dat doen? Ja. Oh, nou ik vind die hartjes geweldig hoor. Ja. Maar goed, kijk, wat ik nu zie, wat je hier rechts ziet, hè? Als je een quiz hebt afgenomen, kan je 2 dingen doen. Je kan zeggen, ik ga hem downloaden, de resultaten. En dan kan je kiezen voor een PDF of voor een Excel. Nou, en als je hem downloadt, dan krijg je gewoon een heel groot Excel met het overzicht van welke naam, welk antwoord heeft gegeven. PDF is wat, die Excel kan je natuurlijk bewerken. En PDF is wel wat overzichtelijker. Maar dat moet je dan zelf eventjes ontdekken. Nou, inmiddels heb ik hem gedownload. En ik zeg nu, want volgens mij kom je na het downloaden gewoon weer in dit scherm. En nu zeg ik, ik ga hem resetten. Dan vraagt hij, wil je dat alleen voor deze of voor allemaal? Allemaal reset. Dus dan kan je hem weer opnieuw afnemen. Kijk, als je nu naar beneden scrollt, daar kan je de reacties zien.
Die ex-groenhoornen. Bedoel je die? Nee. Oh, zo, ja. Hier zie je nu dus ook duimpjes, hartjes, vraagtekens, duimpjes naar beneden. Ik heb dus allemaal de uitzetten. Weg. Uitzetten, ja. Oh, wat leuk. Oké, oh, dit kunnen ze dus ook doen. Ja, als je hem aanzet, dan kunnen ze, dus ook een duimpje doen. Of ze kunnen een vraagteken doen als ze hem niet snappen. Dat vind ik wel goed, ja. Dan kunnen ze dus een vraagteken doen als ze hem niet snappen. En wat is die laatste? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ah, lief. Ook leuk, pushen. Jawel. Ik zou de duim naar beneden, dat zou ik niet accepteren hoor. Nee? Dan moet je mijn boer roepen. Ik ben altijd wel voor experiment. Het moment dat ik... ik ga het gewoon allemaal proberen. En als ik er dan last van krijg, dan hop, gaat het eruit. Ja. Hey, maar nou. Hier zie je dus alle vragen die in de quiz zitten. En je ziet hier ook dat ik veel plaatjes in heb zitten. Want ik, ja, dat is omdat ik ze dan nog eens even goed kan bespreken. Al die antwoorden. En hoe maak je het nou? Nou, als je bijvoorbeeld, als ik hier een vraag bij wil maken, dan ga ik even helemaal onderen. Oh ja, de letterboard. Maar ik ga het eerst even laten zien. Ik ga op de vraag staan waarna ik een dia wil maken. Dan doe ik add slide. Komt er een lege. Dan heb ik hier keuze rechts uit. Wil je een quiz doen? Dat is deze. Die gebruik ik dus het allermeest. Maar je kan ook zeggen, zoals jullie weten, ik wil een wordcloud of ik wil een ranking of ik wil multiple choice vragen waarbij het wedstrijdelement helemaal niet belangrijk is. Of ik wil dat ze gewoon een verhaaltjes kunnen geven, dus open einde. Q&A weet ik eigenlijk niet. Ja, oké. Okay. Nou, die moet ik nog eens uitproberen. En vervolgens kan je er namelijk ook gewoon een afbeelding op zetten. Als je dat doet, dan kan je daar een titel aan geven aan die afbeelding. Je kan ook zeggen hij komt in het midden of hij komt als achtergrond. Om hem te krijgen moet je hierop drukken. En de eerste keer, zeg maar het bestand waar je het meest naartoe gaat. Nou kom ik bij het bestand met allemaal plaatjes. Als je alles bij elkaar zet in één map, dan gaat hij daar steeds naartoe. De eerste keer moet je daar nog even zelf naartoe. Nou, zo. Ja, en als ik er dan een vraag van maak. Het leuke is, als je iets gemaakt hebt, kan je het ook weer wijzigen. Je kan namelijk op type klikken. En dan kan je er alsnog een quizvraag van maken. En dan krijg je de naam. Kijk, hij houdt nu dezelfde naam. Dan ga je naar de antwoorden. Dan kan je zoveel antwoorden als jij wil. Nog eentje. En je kan hier ook zeggen. Afbeelding toevoegen. Hier kan je de tijd in toetsen. En hier kan je zeggen. Hoe sneller je antwoord. Hoe meer punten. Die zet ik dus meestal uit. Maar niet altijd. En het letterbord. Dat is het scorebord. Dat geeft hij altijd uit zichzelf aan. Maar deze niet. Dan voeg ik hem toe. Kijk, daar staat hij. Ik doe zelf vaak groepjes. En groepjes vragen over ongeveer hetzelfde onderwerp. En ik wil niet de hele tijd te scoren, want het leidt zo af. Ja, want de klas wordt er best onrustig van. Dus ik doe een groepje en dan doe ik het scorebord er achteraan. En ik eindig, dat is wel het goede van die scoreborden. Dat die constant bijhoudt. Eerst doet hij het scorebord van het groepje. Van de vragen die je gehad hebt zonder scorebord. Maar hij houdt ook bij wie er eigenlijk bovenaan staat. En ik maak er met die examentraining maak ik gewoon. Ik hou van elke les bij wie de winnaar is. En op het eind doen we altijd een prijsuitreiking. Dan koop ik een zak chocotof en die bepak ik leuk in bekertjes met versiering. En dan hebben we nummer 1, nummer 2 en nummer 3. En dat, nou, dat is wel leuk. Daar hebben we altijd echt veel lol over. Er is een vraag. Ja, ik zag hem niet. Marije, ben jij dat? Ik vroeg me af of je ook een bestaande PowerPoint kan invoeren hier in Menti. Ja, dat kan met import. Maar ik heb het nog niet geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Ja, dat, ik heb het wel namelijk al die editors uitgeweerd. Dat kan inderdaad als je op import klikt, kan je in één keer een hele PDF erin zetten. Wat dan wel... Hier. Ja, daar.
Wat dan wel is, is dat hij maakt er dan een afbeelding van. Dus je kan dan niet meer in je PowerPoint iets veranderen. Dus je moet zorgen dat je in PowerPoint het helemaal perfect hebt zoals je het wilt. Dan kan je het erin zetten en dan wordt het als een afbeelding in Menti. Net als bij Neerpot en Kahoot eigenlijk ook. Ja, precies. Ja. Dus je moet dan zorgen dat je slides gewoon helemaal goed zijn. Dan kan je ze er gewoon inzetten. En dan afbeelding slides kan je er volgens mij nog misschien een paar dingen bij doen. Of een stukje tekst of zo, geloof ik. En je kan natuurlijk dan de vraagslides invoegen. Ja, ja, top. Hij neemt inderdaad een hoop tijd in beslag. Ja, als je een grote prestatie hebt, dan duurt het even inderdaad met veel afbeeldingen. Ja, en je kan ook heel... Oh god, nou gaat hij maar door. Maar je kan ook als je teruggaat naar My Presentations. Actieve laden. Dan kan je ook hier hem delen. Nee, dat is niet hier. Je moet op de presentatie zelf staan. Op de presentatie zelf. Nou ja, je kan dus delen met collega's. En dan moet je gewoon... even kijken, ik doe weer even deze. Deze. Ja, is dat even kijken hoor. Of hier is. Ja, hier kan ik hem share. En dat is ontzettend fijn. Dan kan je gewoon op alle manieren die je wil. Je kan de link downloaden en dan een mail sturen. Of hem in de app doen, als je je app op de laptop hebt. Dat is heel fijn. Dus dan hoeven ze niet eens hetzelfde account te hebben. Dan kan je met iedereen delen. Ik heb nog verschillende, dus ik kan het presentation share, de participation. Ja, je moet wel deze aanklikken. Want als je dit doet, kunnen ze alleen hem doen, maar niet zelf afnemen. Dus je moet presentation sharing aanklikken. De collaborator is zeg maar dat samenwerken. Ja, samenwerken. Dat je mensen kan uitnodigen die dus ook dingen kunnen veranderen in je presentatie. Als je het met studenten deelt, krijgen zij een code dat ze vragen kunnen beantwoorden. En bij deze zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik nodig Arjen uit. En dan kan hij bijvoorbeeld vragen toevoegen of ook slides erin zetten. Dan heb je echt dat je samen het kan maken. Maar ik zou zelfs nog niet vertrouwen, Cor. Hè? Nog niet. Oh, maar wacht, ik snap het. Dus als ik zeg presentation sharing, dan kan die hem toch ook veranderen. Maar dan krijg ik dat niet mee. Ah, maar dat is best wel heftig. Want, oh ja, want ik merk, als ik binnen mijn account een presentatie verander, dan gaat dat mee met degene die hem bij hun persoonlijke account hebben gezet. Behalve als ze de naam veranderen. Dus ik heb het een paar keer meegemaakt dat ik dacht, ja, maar wat jij nu aan het doen bent, dat wil ik niet. Want ik wil graag de oude versie die ik ooit eerst heb gemaakt in ere houden, om een aantal redenen. Maar dan moet ik de naam veranderen inderdaad. Ja, of je moet dan je eigen kopie opslaan. Dus je kan dan, als je bijvoorbeeld op de drie puntjes gaat staan achter een presentatie, heb je ook een optie, kopiëren, kopie denk ik. Ja, duplicate. Ja, precies. Daarna kan je hem renamen. Ja. Dat is zo moet je doen. Ja, heel tof. Ik kijk even naar de tijd, want Marije en ik moeten door naar een volgende gesprek. Zijn er nog vragen? Ik vond het echt super tof, Marije en Cora. Echt super mooi hoe jullie erover kunnen vertellen en... Ook dat je dus heel goed kunt zien wat de verschillen zijn en dus ook daar dan keuzes op kan maken. Dus ik zit ook te denken, hey, misschien kunnen we deze ook breder delen. Ik vond het echt super tof.